Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat het ministerie vanaf nu doelgericht kan werken aan een koers en een koers heeft ontwikkeld om het onderwijsbeleid richting te geven. Gisteren tijdens de lancering van een onderwijsbeleidsdocument zei de bewindsman dat de onderwijsvernieuwingen voor wat problemen zorgen, maar dat de staat haar verantwoordelijkheden gaat moeten nemen om de vernieuwingen door te voeren. Aan de dienstbaarheid, aan beleidsvervolgen, maar ook aandacht voor de implementatieproblemen in de praktijk die we kennen. Er zijn veel issues, maar laten wij als samenleving positief blijven. En dat is de boodschap die ik wil verkondigen als minister. Het is niet meer gewoon uit je nek kletsen als minister. Het gaat erom, ik heb nu een sturingselement dat zijn de documenten. En daar zal ik mijn stap en mijn directie en mijn uitvoering aanhouden. We gaan nu een koers bepalen en we gaan de koers houden met de betrokkenen om het onderwijsbeleid body te geven met een implementatieplan, zodat wij werkelijk dat mooi verhaal voor de toekomst hebben, dat we werken samen aan een toekomstbestendig, sustainable, duurzaam onderwijsbeleid die voor meer jaren gaat gelden. De minister geeft verder aan dat er vooral gewerkt gaat worden aan het oplossen van spanningen binnen het particulier onderwijssysteem. Verder moet er in het parlement gewerkt worden om de wetgeving in orde te maken voor wat betreft het onderwijsbeleid.